Hallo? Goedemiddag, meneer Van Ham. U spreekt met Ingeborg van de Zilverlijn. Bel ik gelegen? Ja. Oké, en hoe is het vandaag met u? Nou ja, het gaat, maar daar heb ik eigenlijk alles mee gezegd. Jo van Ham uit Eindhoven is eenzaam. Heel eenzaam. Je moet je wel eens voorstellen, als ik de hele godganse dag alleen zit, je kent naast je pas tegen die schilderijen, tegen haar daarboven, en dan niks. Ja, af en toe komen ze mijn zus. Er zijn allemaal mensen boven de 80. Daar kan ik toch niks van verwachten. Speciaal voor ouderen zoals Jo is er de Zilverlijn. Ze worden gebeld door een vrijwilliger die een half uur met ze praat. Hoe is het met uw kleinzoon? Ah, kijk, die loopt al. Ja, dat doen ze op die leeftijd, hè? Een stuk of 50 ouderen worden gebeld op een dag als vandaag. En sommige gesprekken blijven aan de oppervlakte, andere gaan meteen de diepte in. Maar helpt het eigenlijk, zo'n telefoontje, in de strijd tegen eenzaamheid? Ja, dan heb ik een ander gesprek. Ja, ik vind het leuk, die mensen, die hebben wat te vertellen en die vragen wat. En ja, dat vind ik dan leuk. Ik zit alles maar alleen. Ik kan tegen de muur praten, maar die zeggen niks ook. Natuurlijk is het nog gezelliger als er echt iemand op bezoek komt. Maar door te bellen kunnen er meer mensen op één dag bereikt worden. En juist doordat we niet een uur daarheen gaan of een uur reistijd. Per ouder bellen we een half uur. Dus zoals vandaag bellen we zeker 40 à 50 mensen. Juist doordat het bellen is, kunnen we snel veel vrijwilligers aan het werk zetten die veel mensen kunnen bellen. Dit gesprek met meneer Van Ham zit er weer op. Houdoe, tot ziens. En nu is het wachten op het volgende telefoontje.